Weet je waar ik die hartval heb gekregen? Nou, ik neem aan na die klasavond. Absoluut niet. Oké, even terug in de tijd. Ik hou het kort. Kijk, Co, ik had natuurlijk veel tijd om de hond uit te laten. Wel 8 keer per dag. Dat bezig, dat werd er doodmoe van. Op een dag kom ik een vrouw tegen met een hond. Een tekkel. Lelijke hond, maar een mooie vrouw. Wij raken aan de praat, we hebben het gezellig. Die honden die ruiken wat aan elkaar, hebben het ook gezellig. Ik doe een keer alsof ik een bal gooi. We hebben een leuke middag. Slingert die hond voor mij opeens die thee van erachterover. Er gaat ze een beetje overheen. Nee, ja. Echt gênant, jongen. Dus zeg nou, sorry, maar Alex heeft het stevig te pakken. Ze moet weer lachen. Oh, het is echt een hele mooie vrouw. Nou, tot zover deel 1. Wij wisselen telefoonnummers uit. We gingen appen. Maar al snel gingen die appjes natuurlijk over haarzelf. En die werden heter en heter, jongen. En voor ik het wist, vloog de stoom zo'n beetje uit mijn telefoon. Ja, niet goed te praten natuurlijk. Maar ja, als een camper zich gaat vervelen. Had ik al gezegd dat het een mooie vrouw was? Nee. Het was echt een hele mooie vrouw. To the point, Ries. To the point. Je hebt ook gelijk. Die appjes, Co, ik wilde er vanaf. Ik kreeg er benauwd van. Ik vond het spannend, opwindend. Vooral omdat het stiekem was, weet je wel. Dus ik denk, nee, ik maak er een eind aan. Verstandig. Dus ik ga bij de langs. Niet verstandig. Nou, ik denk, ik slinger die teef 1 keer achterover. Ik ga er een keer overheen. Dan is het verder afgelopen. Dat dacht ik natuurlijk niet, Co. Wat denk jij nou? Oké, okay. Deel 2. Ik hou het kort. Fletje in Haarlem-Noord. Ik bel aan. Maxima slaat aan. Zij doet open. Wolk parfum. Bij dat fletje, binnen klein fletje, benauwd ik meteen spijt. Die parfum, die slaat op mijn keel. Dus kuch. Maxima, keffen, jongen. Ik had meteen weg moeten gaan. Zo mooi was ze helemaal niet. Duwt ze me ineens op de bed. Jezus, een beetje hard. Ik voel een soort druk op mijn borst. God, het gaat niet goed. Het is alsof er een olifant op me zit, jongen. Dat fletje, dat wordt kleiner. Dat begint te draaien. Dat gekef op mijn kop. Ik val weg. Ik val weg, Co. Dus, Kak. Hij ligt er wel mooi bij. Als ik wakker word, staat er een enorm grote zwarte man over me heen gebogen. Hallo meneer, weet u waar u bent? Weet u waar u bent? Probeer nou een Surinamer naar te doen. Ja. Ja, nee, dat kan ik niet. Maar nee. Ja, ik moet wat, weet je wel. Bovendien, zo sprak hij ongeveer, hoor. Meneer, we gaan u snel in de ambulance tillen. Meneer, we gaan u snel in de ambulance tillen naar het ziekenhuis brengen. Alles komt goed, hoor. Maar zich geen zorgen. Zo sprak hij precies. Wat kan jij dat toch goed zeggen? Voor ik het weet, lig ik in de ambulance, ben ik op weg naar het ziekenhuis. Wat is er in godsnaam met mij aan de hand? Oké, meneer, we gaan u van top tot teen onderzoeken, maar we moeten ook uw partner bellen, hoor. Ja, dat zei hij. Die kerel die wil mijn vrouw bellen. Dat is volkomen normaal, Ries. Nee, maar als die erachter zou komen waar ik was, zou ik dit natuurlijk sowieso niet overleven. Oké, wat is die nummer van uw vrouw? Ah, we hebben het al gevonden, hoor. Ze staat onder ice. Ja, daar staat ze. In case of emergency. Precies, onder ice. Denk ik ook elke keer als ze me belt. Ik word gebeld door een blok ijs. Maar goed, die kerel, die moet haar niet bellen, weet je wel. Dus ruk mijn telefoon. Oké, nou moeten we even rustig blijven, ja? Hoe vaak moeten we het zeggen? Handen af van hulpverleners. Handen af van hulpverleners. Ik doe alsof ik mijn vrouw bel, maar ik bel jou. Je belt mij? Ja, maar jij neemt niet op. Dus ik zit in je voicemail. Co, ik was bij jou. Ik was de hele dag bij jou. Die verpleger staat me aan te kijken alsof die Parimaribo aan het hagelen is. Ik zeg dat ik mijn vrouw opgebeld. Ik geef die telefoon terug. Ik ben te zwak. Ik val weer weg. Jongen Ries, ik luister nooit mijn voicemail af. Nee, dat heb ik gemerkt. Want toen ik bijkwam in het ziekenhuis, toen was je er niet en ik had je zo hard nodig, jongen. Oké, nou, deel 3, hou het kort. Tuurlijk. Ik lig op de zaal. Mm-hmm. Mijn telefoon ligt verderop, ligt te pingen, maar ik kan er niet bij. Komt er een broeder binnen. Beetje chagrijnig type, beetje depressieve uitstraling, cynische kop. Ja, type Thomas Acta. Ja, meneer Kemper, u bent redelijk tot over en na te gaan als u gaan nog gaan. Zo sprak hij precies. Dus ik zeg tegen die broeder, telefoon. Wat is er aan de hand met de telefoon? Dan pak ik het even weg en blijf zo mijn werk. Die telefoon van mij, die ligt de hele tijd te pingen. Het ene appje na het andere appje komt binnen. Die broeder die staat met mijn telefoon in zijn handen en zegt dat ik al 18 appjes heb gemist van de hondenwassalon. Zo, dat is dringend. En dat van de hondenwassalon, dat verwacht je niet. Ik zeg wissen, broeder, wissen. Wat moet ik wissen? Ik wist nergens van. Heb ik iets gewist? Ik wist van niks. Hele hondenwassalon, wissen. Onder die naam had ik erop geslagen. Je neukertje. Ach, kom wat plat zeg. Serieus, je hebt je neukertje onder hondenwassalon in je telefoon staan? Wat zielig. Dat moest ik wel doen. Mijn vrouw die pluist voortdurend mijn telefoon na. Ik word er gek van. Als ik even naar de wc ga, dan check ze al via zoek mijn iPhone of ik er ook echt ben. Oké. Die broeder staat dus met mijn telefoon in zijn handen. Ja. Komt ineens mijn vrouw binnen zitten. Nee. Mijn eigen vrouw, ik weet niet. Blijkbaar gebeld in alle consternatie. Geen idee, Co. Nou, die stort zich op. Tranen in de ogen. Oh, schatje, wat is er met je gebeurd? Wat is er met
gebeurd. Ik ga niet jouw vrouw spelen. Oké. Begin mijn telefoon weer te pingen. Dus ik grijp maar de handen van die broeder en ik smijt hem naar de andere kant van de zaal. Wat doe je nou, halve zo? Dat is hartstikke de toestel. Zou ik zelf ook wel eens willen hebben als ik toch eens rijk was. Daar ligt een kerelcoach die lijkt sprekend op Gerard Joling. Oh nee, schat, heb je telefoon terug. Ik wil er geen reet mee te maken. Zie ik op de gang ineens Philip Geubels lopen. Philip Geubels? Iemand die op hem leek. Nou, die irriteerde zich rot aan die jolingen. Je mag best weten dat ik een irritante vent vind. Kom. Dat werd natuurlijk een chaos daar met die gierende Geer, die zagende Belg, die chagrijnige broeder, mijn vrouw die er niks van snapte. En ik zat nog midden in een hartaanval. Dus met mijn laatste kracht grijp ik mijn telefoon en ik smijt hem uit het raam. Wat een verhaal, joh. Het is ongelooflijk, hè? Dat is het goede woord, Richard. Ongelooflijk, ja. Nee, maar het is nog niet afgelopen. Oh. Nee. Kwartier later komt er een wat oudere man binnen. Mm-hmm. Beetje ingevallen wangen, grijs piekhaar, dikke brillenglazen. Type Freek de Jonge. Zeg, wat is er hier allemaal aan de hand? Zeg, ik probeer hier rustig te sterven in het zaaltje hiernaast, maar dat is toch geen doen zo met deze cacophonie. Ja, dit is... Dit is toch geen leven voor de dood. En u ligt nog te liegen ook. Sterker nog, het vioolspel van mijn vrouw Hella is minder vals dan uw alibi. Dat hoort zelfs een onbetrouwbaar sujet als Peter R. de Vries. Ja, Peter R. de Vries. Die kan ik niet.